We hebben weer Yeezys gekocht. Maar dan staan we gewoon in de bioscoop geparkeerd. Nou, even serieus. Dat is toch uniek. Oké, boys, we hebben een challenge. Wasabi. En Diego. Een hele goede middag. Ik parkeer nu net eventjes hier in mijn hometown. Ik kom net terug. Ik heb net paardjes gekocht. Superleuk. Luister, ik ga het je even laten zien. We hebben weer Yeezys gekocht. Wij hebben een paardje of 50, 60 gekocht. Gekocht. En meteen verkocht. Dus luister, zo snel kan het gaan. Het is maar gewoon hoe je ermee omgaat. Nou, ik ga deze paardjes dus eventjes afgeven. Helaas kan ik het weer niet filmen waar ik naartoe ga, omdat diegene niet in beeld wilt. Net wat centjes verdiend. En dat moet nu al wel voor een gedeelte uitgegeven worden. Moet ik denken. Dus hij staat op 1,98. Ah, valt mee. Een hele goede avond. Het is maandag. En een van de jongens had een leuk idee. Hapje eten bij de Harbor Club. Op een maandag. En de reden... Hij had zin in zo'n speciaal toetje. Ik weet mijn god niet waar hij het over heeft. Maar een speciaal toetje. Dus met goud en chocola. En nou, ik ben heel erg benieuwd wat voor toetje het zal zijn. Nou, ik ben onderweg. En ik ben er om... Even kijken. 9:12. Nou, het is ook niet dat je zegt van, nou weet je, het is etenstijd. Maar goed. Het is wel weer even gezellig, dus ik zie jullie zo. Ciao, ciao. Moet ik toch wel eerlijk zeggen dat zo'n RSQ3 toch best wel grappig is, hoor. Kijk hier. Het is toch gewoon grappig. Het is gewoon grappig. Ja. Leuk babyblauw kleurtje. Het is gewoon een super gezellige wagen. Ja, vind ik wel. Niet van mij. Oké, boys, we hebben een challenge. Wasabi. En Diego. Nee, neem deze. Die is leeg. Die is leeg, bro. Bro, kom. Bro, deze is veel, ja, man. Kom op. Nee, spuug je nou uit. Nee, toch? Kom op, slikken, bro. Doe waar je goed in bent. Ja, doe waar je goed in bent, bro. Kom, nee, hij spuugt het uit. Hij spuugt het uit. Dat is niet normaal. Ja, oké, dit zijn de beste challenges gewoon, hè. Dit zijn de beste challenges. Ja, geef me water, dan wordt het nog heftiger. Oh. En? Nee, doe dit nooit meer. Hoe? Doe dit nooit meer. Oh. Ja, ik heb niet gefilmd, bro. Huh? Ik heb niet gefilmd. En wel goede thumbnail. Nee, je moet in deze kant. Dat vinden wij alles zo prettig, ja, ja. En daarom zingen we lang. We leven lang, hoera, hoera. We leven lang, hoera, hoera. We leven lang, hoera, hoera. Lang zal het leven. Eindelijk 30. Deze keer, hè? Maar Danny, dit is hem dus. Ik wacht nog wel dat schilderij met bloemen. Dan? Ja. Dit is hem dus. Nee, dit is hem niet, hoor. Dit is hem niet. Oh, wel. Wat chocolate. Kijk dan. Lekker, man. Oh mijn god. Dit is zo lekker, hè? Dit is toch niet normaal?
Wat ruik dan? Kudding. Zelfs het ruik ik heet het, hè? Ja? Nog één keer. Ik ruik nog wat. Ja, ruik maar wat. Zo. Oh, lekker man. Zo. Ai joh. Hey, dat is bam 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 bam. Bam 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 bam. Hij zegt zo, nou best hier. Marcy Bakio. Hij is een soort new generation boer. Pateetje. Filmpje kijken met Vin Diesel. Hey. Nog een corona erbij. Doe even die spierbal aan nog. Bam. 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 Goud. Dit is toch goud? Gewoon geparkeerd in de bios. Even serieus. Ivan, even serieus. Hey Onno, maar dit is toch goud? Hier parkeren in de bios, dat is toch goud? Ja, niet betaald parkeren. Geen gekken die de deur er tegen je auto aan gooien. Ah, dat is beter. Toch goud? Ja, ik vind het echt geweldig. Geweldig. Dit is... Wil je in beeld of niet in beeld? Maar luister, dit hebben jullie echt top geregeld, man. Ja, er komen nog flink wat auto's bij, dus... Oh, serieus? Oh, ja, zeker. Dat is echt goud. Ik heb hem alleen niet gewassen, maar die RS6 moet je ook gewoon... Niks meer aan doen? Kijk dan. Pap, 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 pap. Gewoon vies. Ik zat te denken, jullie hebben een beetje meer ervaring in de... Maar dan staan we gewoon in de bioscoop geparkeerd. Nou, even serieus. Ja, dat is toch uniek. Ja, ik vind dat vet. Ik vind het vet. Een GTR? Ik weet niet wat... Ja. Wel super gave rap ook trouwens. Ah trouwens dit, oh wacht even, nu weet ik het. Maar die Nissan, wow 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 wow. Oh no, doe eens even rustig. Rustig Onno. Oh, hier lijkt Ashwin wel. Niet normaal. Dat is toch goud. Dat is toch goud. Maar boys, dit is echt goud, man. Dit is echt niet normaal. Maar even serieus, Onno. Ja? Deze spot, wat hier leeg is, daar had gewoon de rest van number one crew kunnen staan, hè? Hé, maar zeg eens, wat zeg ik altijd? Dat is toch... Goud. Hè? Hartstikke goud. Goud, hè? Goud. Was een filmpje, was echt een leuke film, man. Wel echt Fast and Furious, gewoon echt... Bijna gewoon een documentaire, zo echt. Waar gebeurt? Ja, ik zou het gelijk geloven allemaal. Volgende keer alles in die film doen wij met de number one crew in de Eifel. Oh, nou rij voorzichtig. Het was echt goud. Pathé, super bedankt. Echt vet. Nou, we zijn in Breda, Airport Breda. Zijn we even wat leuke dingen aan het doen. Ja, ah, schat. Kijk hier. Ja, samen met Amee. En kijk hier, kijk deze mooi boy. Kijk hier. Ja.
sick. Kijk die camel ook. Kijk die camel ook op zijn lens. Kijk, en deze heeft een nieuwe. Die loopt zo over straat ook gewoon, ja, die Gijsie. Hè, Gijs? Dat is een stabilizer, daar loopt hij mee op zijn schouders. En luister dan. En ik heb eigenlijk een keer een weddenschap met Jero en met Kino, eigenaren van 94 en de Hundreds. En ga ik even, toch even zo'n Tesla een keer een poepje laten ruiken? Of denk je van, nee, dat gaat je niet lukken? Ik denk het wel hoor. Kijk hier, deze twee. Wie gaat er winnen? Denk je? Ik denk ik. Maar ja, ik ben gewoon zeker van mijn zaak, snap je? Maar goed, dat moeten we nog maar een keertje gaan testen. Want het is wel weer een snelle rakker hoor, dit. Boom. En die vlaag maakt hem nog sneller, hè? Zeker een seconde sneller misschien zelfs. Dus ja. Ik denk dat ik ook maar even een vlaggetje erop moet doen. Ga ik ook een seconde sneller. Dus dan denk ik dat het wel een hele gezellige race gaat worden. Dus ja. Jero, Kino, let's go. Op een etentje. Een lekker etentje met z'n drietjes. Dat trakteer ik op. En anders jullie. Haha. Maar dan ga ik echt iets heel duurs uitkiezen. Want ja, het gaat zo goed met jullie. Moving from zero to 100. Together as a pack. Together as a family, changing gears to slow down. Wherever we keep up with the pace, we keep moving forward. Two wheels, and even four, we share the same passion. Different cultures, one family. Moving in the same direction. The same roads keeps us together since day one and forever on. Zijn we heerlijk een hapje eten, hè? In Breda met mijn bodyguard. Luister dan, en hebben we met die Mattie van ons afgesproken als ons broertje, ja, Gianno. Je hebt gisteren heel erg lekker gestapt, lekker gegeten, veel gesopen. Maar hoe laat kwam je uit bed? Half vier 's middags. Ja, ik vind dat gewoon niet kunnen. Ik ga zo laten zien wie het is. Ik ga hem even op zijn flikken geven ook, gewoon serieus. Hij is er. Hij is er eindelijk. Eindelijk is hij er. En ik ben echt blij. Jan, ik ben blij dat je er bent. Eindelijk ben ik er. Ja. Onze bodyguard is mee. We zijn compleet. Hey. Cheers. Proost. Heer dat? 3T. 3T? Maar dat T-bone steak zo meteen. 3T bone steak. Kijk deze dan. Oh, deze. Dexie, eet smakelijk. Jan, eet smakelijk. Oh ja, eet smakelijk. We gaan even lekker eten. Ik zie je later. Ha ha ha!